Wat een hoop spullen, dit is niet normaal. Oh my god. Waar moet ik beginnen? Hoi en welkom bij weer een nieuwe video op het kaneel van Action Nederland. Mijn naam is Denise Anna en je kan mij kennen van het YouTube kanaal Denise Anna Vlogs of van mijn Instagram Denise Anna YouTube. Wij zitten vandaag in mijn rommelkamer, kun je het eigenlijk wel noemen. Ja, dit is een beetje uit de hand gelopen omdat ik het gewoon nooit echt heb bijgehouden om het op te ruimen. Dus vandaar dat het er zo bij ligt nu op dit moment. De vorige video waarin we mijn make-up stash gingen opruimen, die heeft het zo goed gedaan. En ik vond het ook echt super leuk om deze video op te nemen. Ik heb nog elke dag profijt van het opgeruimde stukje in mijn huis. Dus ik kijk er heel erg naar uit om vandaag deze plek een keer op te ruimen. De plek waar heel veel beautyproducten liggen en waar totaal geen structuur in zit. Dus het is de hoogste tijd om deze kastjes een keer te organiseren. Zoals jullie kunnen zien is het echt een enorme troep hierop. Het is een tikkie gênant, maar gelukkig gaan we het vandaag opruimen. Mocht je de vorige video gezien hebben, ik heb hier wat mandjes staan. Die heb ik toen gekocht. En die kunnen we sowieso gaan gebruiken vandaag. En daarbij de laadjes. Schrik niet, maar dat zijn gewoon losbakken met heel veel producten. Er is geen structuur te vinden in die laadjes. Ik ben hartstikke benieuwd wat er allemaal in de winkel ligt. Dus laten we lekker naar de winkel gaan. Oh, dit is lekker. Kon je maar ruiken door het scherm heen. Oké, jongens, ik zit nu even te kijken, maar ik zie hier zo geurstokjes. En hoe leuk staat nou een paar geurstokjes zo bovenop dat kastje? Dat is net eventjes iets sierlijker dan een kaars, vind ik in dit geval. Dus ik begin lichtelijk te twijfelen, maar ik denk toch dat ik ga voor de geurstok. Nu ben ik vooral heel erg benieuwd of jij zou kiezen voor een kaars of voor de geurstokjes. Laat het eventjes weten hier beneden in de comments. Nou, we zijn aangekomen bij de mandjes en de bakjes. Ik word hier helemaal enthousiast van. En nu zie ik hier dit witte mandje. Ik vind het super leuk. En ik heb dus iets meegenomen van thuis om te meten of het past. Ik heb namelijk geen meetlint thuis, dus ik heb eventjes dit doosje meegenomen en dit doosje past zo zeg maar in die smalle laadjes, dus ik kan het even meten. Oké, deze, hij kan zelfs nog iets hoger. Nu zie ik hier zo deze bakjes en dan vooral die grijze vind ik heel erg leuk. Even kijken of die past. Ik zet hem eventjes neer. Oh, maar die is echt perfect qua hoogte. Kijk dan. Oeh, die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk voor in die smalle laadjes. Ik denk dat ik deze dan meeneem. Oké, en we zijn nu bij de decoratieplanten aangekomen. Misschien is het leuk om iets van een plantje bovenop die kastjes te zetten. Die vind ik voor nu het leukste, denk ik. Wij zijn weer thuis aangekomen en ik ga nu eventjes alle spulletjes laten zien die ik zojuist heb gekocht. Allereerst deze mandjes, het zijn er 6. Ze passen in die dikkere lades. Ook heb ik deze superleuke ronde spiegel gekocht en deze spiegel die kost €4,99. Het volgende wat ik heb gehaald zijn deze geurstokjes, €2,39. Ook heb ik deze plant gekocht en deze plant die kost €4,99. Verder nog meer bakjes voor in de lades, €1,82 per 3 bakjes. Oké, nou, daar gaan we. Pas 2 laadjes gedaan. We moeten nog zoveel. Laadje nummer 4. Wat erg. Ik krijg mijn lades dus niet eens meer open. Oh. Wat een hoop spullen. En dit is pas het eerste kastje wat leeg is. Oké, we gaan verder met het tweede kastje. Dit laadje zit vol met spullen en die heb ik al gesorteerd. Ik weet het, het ziet er niet gesorteerd uit. Maar deze die leg ik eventjes apart in een mandje. Wat een hoop spullen, dit is niet normaal. Oh my god. Waar moet ik beginnen? Ik denk maar gewoon nu gaan sorteren inderdaad wat ik wil houden en wat weg kan. Dus laten we daar maar mee gaan beginnen. Oké, alles wat in een laadje zat, dat ligt nu op de grond. Ik zit even te kijken naar al deze spullen, maar het is echt schrikbarend hoeveel producten het zijn. Het is echt niet normaal. Ik kijk er heel erg naar uit om nu eventjes alles te sorteren en te kijken wat wil ik zelf houden en wat ga ik doneren. Want als ik naar deze ben op de grond kijk, dan geeft het mij gewoon een goed gevoel dat ik weet dat er heel veel naar een goed doel gaat. En
ja, gewoon naar mensen hier echt gebruik van gaan maken. Dus ik ga nu eventjes sorteren. Het plan, ik ga nu eventjes in deze witte bakjes de producten verdelen. Ik heb een bakje voor make-up, een bakje voor huidproducten, dus voor je lichaam. En ga zo maar door. En dan ga ik daarna kijken wat ik per bakje wil doneren en wat ik zelf wil houden. Ik ga beginnen met het bakje voor make-up. Oké, het eerste bakje zit vol. We zijn er nog niet, dus ik ga ook een tweede bakje vullen met alleen maar make-up producten. Oké, dit is echt veel meer make-up dan wat ik dacht. Blijft maar komen. En ook het tweede mandje is gevuld met make-up. Ik blijf overal maar make-up producten vinden. Dus ik ga nu ook een derde mandje vullen met make-up spulletjes. Ik ga er nog eventjes een tweede bakje bij pakken. En hier ga ik vast de gezichtsverzorging in doen. Dus heb ik hier een bakje met make-up producten en hier een bakje met gezichtsverzorging. Oké, het mandje met de make-up en het mandje met de gezichtsverzorging zit ook propvol. Deze ga ik ook even aan de kant zetten. En zoals je kan zien ligt er echt nog heel veel. Ondertussen heb ik 4 mandjes gevuld en het lijkt net alsof we niks verder zijn gekomen. Dus laten we snel doorgaan. Ik ga nog een mandje pakken met gezichtsverzorging en een mandje met haarspulletjes. Let's go! Oké, het mandje met haarproducten die pelt ondertussen ook uit. Oh, oh. Nou ja, het mandje met gezichtsverzorging. Die is meer dan vol. Die ga ik ook even aan de kant zetten. Dan ga ik nu met een mandje langs alle spullen om alle bodyproducten te verzamelen. Het mandje met alle lichaamsproducten, die is ook vol. En lichaamsproducten, daar valt eigenlijk van alles onder. Dus parfum, scheerschuim, body lotion, body scrub. Ja, een beetje dat. Dus die is ook vol en behoorlijk zwaar. En wat er hier nog vooral ligt, is heel veel nagellakjes en dingen voor je handen. Dus die ga ik er nu ook eventjes uithalen. En nu is dit alles wat er is overgebleven. Bijvoorbeeld hier een strap voor je tas, hier een sleutelhanger, een huisspray. Allemaal van dit soort dingetjes. Die kan ik niet echt in een categorie plaatsen op dit moment. Dus die doe ik eventjes in een losse bak. En hier kom ik later even op terug. Oh my god, ik kan de vloer gewoon weer zien. Wat voelt dit fijn. Voelt nu al heel erg opgeruimd, maar ja, we zijn er eigenlijk nog lang niet. Hier zie je alle spullen uitgestald in mandjes. Nu ik er zo naar kijk, dan lijkt het nog een beetje een chaos. Maar geloof me, er zit een structuur in. Elk mandje heeft dus een eigen categorie. En nu ga ik dus per mandje kijken wat ik zelf wil houden en wat ik eventueel kan doneren. Mand nummer 1 die ik nu ga uitzoeken is de mand met alle bodyproducten. Ik heb hier naast me wat tassen staan. Allereerst heb ik hier een tas waar ik alle spulletjes in ga doen die ik wil weggeven in een winactie. Want op mijn YouTube kanaal heb ik best wel vaak winacties. Daarnaast heb ik hier een tas die ik vol ga stoppen met spulletjes die ik wil gaan doneren. Oké, ik ga eventjes alles weer uit het mandje halen. Echt wat een strategie in de mand, uit de mand. Maar dat ga ik nu eventjes doen. En alles wat ik wil houden, dat leg ik weer terug in het mandje. Zo. Oké, hij is leeg. Daar gaan we. Nou, wat ik sowieso wil houden is deze zonnebrand voor op de piste. Want het is bijna wintersporttijd en ik ga op wintersport, dus die heb ik nog nodig. Deze, ja, die is leeg. Ik weet niet wat hij hier nog doet. Dus deze die gaat de prullenbak in. En deze die ga ik in de donatiezak doen.
Zo, nou, dit is alles wat er over is gebleven. Is er nog wat? Ik dacht dat er was, ik was er nog niet, maar deze ga ik ook doneren. Nou, nu hebben we alles. Ja. In dit mandje zitten alle producten die ik zelf wil gaan houden. Het is echt aanzienlijk minder dan waar we mee zijn begonnen. Ik heb niet heel veel weggegooid en de rest dat ga ik doneren of weggeven in een winactie. We kunnen door met het volgende mandje. Goed, het volgende mandje die zit vol met gezichtsbeautyproducten. En nu gaan we deze lekker uitpakken. Ik vind de techniek met eerst het mandje weer leeg en dan wat ik wil houden weer terug doen in het mandje heel fijn werken. Dus we gaan vooral zo door. Ik ga hem er eventjes leeg halen. En dan weer per product bekijken of ik het wil houden, doneren of weggeven in winactie. Of weggooien. Even kijken, als ik deze producten zo bekijk, dan hoop ik dat er sowieso iets van een masker in zit. Want ik ben echt fan masker. Dus ik zie hier al een zakje. Wil ik gaan testen, heb ik nog nooit geprobeerd. En ik zie hier ook een lekker klein masker. En dat vind ik altijd wel fijn om te hebben. Hier bijvoorbeeld een gezichtsolie. En mijn huid is best wel vet van mezelf. Dus ja, gezichtsolie heb ik persoonlijk niks aan. Dus die ga ik doneren. Oeh, hier heb ik ook nog een lekker masker. Ja, die wil ik zeker houden. Ik zie ook een paar dingen waarvan ik echt geen idee heb wat het is. Maar dat vind ik dan ook vooral heel erg leuk om te testen weer voor mijn eigen video's. Tandpasta komt eigenlijk altijd wel van pas. En tot slot nog een masker. Nou, dat ging best snel toch? Laten we doorgaan met het volgende mandje. Oké, het volgende mandje vol met haarproducten. Mijn doel is om dit mandje niet zo uit te laten puilen zoals hij nu doet. Ik wil gewoon een mooi bescheiden mandje. Het klinkt heel gek, maar niet zoveel spullen. Dus we moeten natuurlijk ook doelen stellen. Bij de haarproducten ga ik vooral kijken naar de producten die ik echt nog ga gebruiken. Op zich hoef ik niks meer echt te testen, want ik heb wel een beetje mijn favoriete merk ondertussen. Dus ik wil gewoon echt alleen maar producten die ik daadwerkelijk ga gebruiken. Bijvoorbeeld deze en de lijn hiervan. Voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik echt een haarbandenfreak ben. Echt gek op haarbanden, dus ik vind dat wel leuk om alle haarbanden te houden. Ik vind het leuk om lekker af te wisselen, dus de haarbanden die pak ik er ook uit. Hier heb ik bijvoorbeeld een haarverf liggen en ik kan mijn haar gewoon niet zelf verven. Dat laat ik eigenlijk altijd doen bij de kapper. Dus ik hoop dat ik iemand hiermee blij kan maken via mijn donatietas. Oeh, deze vond ik altijd handig tijdens het sporten voor die losvliegende plukjes. Zo, nou en dit is wat er overblijft van de haarproducten. Ik denk dat ik mijn doel heb behaald door het mandje lekker bescheiden te houden. Dus niet te veel, hij pelt niet uit. Dit zijn gewoon producten die ik echt daadwerkelijk ga gebruiken. Dus ik ben er blij mee. En laten we doorgaan met de volgende mand. Oké, en dan zijn we nu aangekomen bij nummer 1 van de 3 make-up manden. Deze ga ik nu ook eventjes legen, uitzoeken en sorteren. Niet heel veel wil ik niet zeggen, maar er is wel een kwart denk ik overgebleven van de hoeveelheid die erin zat. Dus ik ben tevreden. Oké, ik heb eventjes de andere 2 make-up mandjes er ook bij gepakt. Mijn doel voor vandaag is dat ik van de 3 make-up mandjes er 2 overhoud. Dit mandje moet ik nog gaan uitzoeken. Deze heb ik al uitgezocht en deze ga ik nu uitzoeken. Oké, ik ga het mandje wat ik net heb uitgezocht, die ga ik nu weer bijvullen. Want we moeten er natuurlijk 2 overhouden. Er zitten ook nu heel veel producten bij wat gewoon net niet mijn kleur is. Dus die ga ik ook allemaal doneren of weggeven. Nou, ik vind dat we aardig goed op weg zijn. Op naar het derde mandje. Oh my god. Nou, het zijn niet eens 2 hele volle manden. Ik tel het meer misschien als 1,5 mandje van de 3 die over is gebleven. Dus ik ben helemaal tevreden. Dus laten we vooral doorgaan met de volgende mandjes. Oh, wat zijn we lekker bezig. We gaan echt goed. Die manden, ik ga er echt als een malle doorheen. Dus we zijn nu aangekomen bij het mandje met de... Wat is het eigenlijk?
Oh ja, gezichtsbeauty producten. Die ga ik nu eventjes uitzoeken. Nou, ik zeg helemaal top dit. Ik ga echt lekker vandaag. Dit is alles wat is overgebleven. Weer producten die ik echt ga gebruiken. En ja, ik kan er niet meer van maken dan dat ik heel erg trots ben op mezelf eigenlijk. Kan ik dat zeggen? Is dat erg? Oké, we gaan verder. Oké, dan heb ik hier nog een mand met allemaal overige producten. Ik weet niet precies waar dit nou thuis hoort. Dus ik ga hem even uitzoeken met wat ik überhaupt wil houden. En wat ik weg ga geven doneren. Of in de middactie weg ga geven. Ik wist dat het misging. Oké, die is leeg. Ik zag deze en die lijkt me heel fijn voor weer op de wintersport. Ik ga hem wel even uit de verpakking halen, want die neemt heel veel ruimte weer in beslag. Ja, dan kom je ineens kabels tegen waarvan je gewoon niet weet waar het bij hoort. Ik weet het niet, ja, moet ik dit nou weggooien of niet? Bewaar het wel eventjes voor de zekerheid, je weet maar nooit. Dan hebben we nog één mandje om uit te zoeken en dan kunnen we eindelijk de laadjes opnieuw gaan indelen. Dus let's go! En het laatste mandje die zit vol met allemaal nagelspulletjes, handcremmetjes en iets voor je voeten zie ik. Nou ja, hier zijn zoveel dezelfde soort tubetjes. Ik mag er voor mezelf 3 houden en de rest dat ga ik weggeven. Zo, we kunnen de laadjes gaan indelen. Ik zit nu eventjes te kijken naar de producten die zijn overgebleven. Dus de producten die ik echt wil gaan houden. En misschien past het wel in 1 kastje. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden als het echt in 1 kastje gaat passen. Dus ja, laten we het vooral proberen. Even kijken, deze bakjes die kosten per 3 €1,82. En als het goed is, past het perfect in het laadje. Oh, kijk. Ja. Hier wordt een mens toch blij van. Het past perfect. Oké, in de bovenste laag ga ik al mijn make-up producten doen. Dus ik ga deze 2 mandjes verdelen over de bovenste la. Misschien de eerste 2 laden, maar ik moet even kijken wat past. Ik ga ook per bakje de producten verdelen. Dus ik wil hier iets van lipproducten in hebben. Hier iets voor gezichtsmake-up dingetjes en ga zo maar door. Laten we beginnen met de lipproducten. En ook hierbij probeer ik zoveel mogelijk ruimte te besparen. Dus ik hou alle producten eventjes uit de verpakkingen en dan zet ik ze erin. Ja, nu twijfel ik eigenlijk. Misschien moet ik deze ook wel uitpakken. Maar ik vind het juist heel fijn hoe perfect rechts op elkaar passen. Dus ik laat deze wel eventjes in de verpakking. Die zijn al niet zo heel groot ook. Oh, wacht. Hij moet natuurlijk nog wel dicht kunnen. Oh. Oh, wat fijn! Nou. Jeetje, dat ging lekker soepel. Zo, als je in één keer al die verpakkingen achter elkaar open moet maken, dan krijg je echt moeite. Sommige zitten echt heel erg strak. Oh, jammer. De palet past net niet hierin. Oké, dit is hoe ik het nu heb gedaan, maar ik voel hem nog niet helemaal. Ik ga uit dit gezichtsbakje wat vol ligt met foundations, poeders, concealers en primers. Die ga ik nog even onderverdelen. Ik haal de primers allemaal eventjes uit, want het zijn er toch meer dan gedacht. En die ga ik in een ander bakje doen in de la hieronder. Oké, dus die ga ik hierin. Even kijken. Zo. Oh ja, dit past heel mooi zo. En dan heb ik hier ook nog allemaal paletjes, oogschaduwpaletjes. En die ga ik dan maar zo even los. Oh jongens, kijk dan hoe perfect. Het past perfect. Maar die paletjes ga ik hier dan gewoon los inleggen. Zo. Ik bedenk me dat ik bij mijn beauty stash ook dit kastje heb staan. Maar daar liggen ook nog heel veel paletjes in. Die wil ik misschien wel hier eigenlijk erbij hebben. Ja, ik ga ze even pakken. Oké, ik heb er dus een paar nog gepakt. Ik denk ik pak niet alles, want dan is dit laadje ook weer helemaal overvol. Ik kijk eventjes wat gaat passen. Nu vraag ik me af, als jij zoveel oogschaduwpaletten zou hebben, zou je ze dan zeg maar
zo neerzetten of ben jij meer zo stapelen? Want ik zie bij sommige beauty YouTubers dat ze ze allemaal echt perfect rechtop hebben staan. Maar ik, ja, ik kan dat nooit. Het past nooit bij mij. Dus ik leg ze allemaal eventjes neer. Hier nog iets voor je lippen. Die kan dan hierbij. Zo, en dan is mijn make-up onderverdeeld onder twee, of in twee lades. Ik ben blij met hoe het erbij ligt, dus we gaan door naar lade nummer 3. Oké, voor de derde la heb ik dus deze diepere bakjes gescoord net in de winkel. En even kijken, deze die kostte 99 cent. En dan gaan we even kijken of ze passen. Wil ik ze zo? Nou, dit past echt al perfect. Of wil ik ze zo? Past ook perfect. Nou, ik denk dat ik ze zo ga laten. Dan kan ik net ook hier goed zien wat er allemaal ligt. Anders valt het net een beetje weg, zeg maar. Dus ja, ik ga ze vullen met vooral beautyproducten voor je gezicht. En eventueel misschien met beautyproducten voor je lichaam. Even kijken wat gaat passen. Hier vast alles voor je gezicht. En hier voor het lichaam. Het zijn gewoon dezelfde bakjes. Nou ja, dat geef ik niet. Nou ja, dan zetten we het in ieder geval even rechterop in het andere bakje. Lekker snugger, meid. Zo. Oh, maar wacht, rechterop kan het natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet passen. Nee, ik ga het anders doen, jongens. Ik twijfel de hele tijd, maar ik ga toch... ik laat deze la gewoon de skincare la. Want als ik hem nu ga onderverdelen in skincare en in bodyproducten, dan raakt het alsnog overvol. Want ja, zoals ik al zei, voor mijn werk krijg ik dus heel veel producten toegestuurd. En als ik nou, een week kan het al mooi zijn, maar als ik nog meer producten erbij krijg, dan is het gewoon 2 weken later weer hetzelfde als hoe het was. Dus laten we dit nou maar gewoon de skincare la houden. Natuurlijk weer eventjes alle doosjes eraf. Oh, die is ook skincare. Of is dit body? Nee, die is ook skin. Oh, hè? Huh? Waar is body nou? Is dat body? Ja, ach jeetje, ik zit niet op te letten. Oh, wat erg. Ja, zie je, door al die producten raak je helemaal het overzicht kwijt. Maar ik heb hier gewoon 2 mannen met gezichts, met skincare producten. Dus ja. Ik ga ze maar gewoon dan onderverdelen. En voilà, mijn skincare la is af. Let's go naar de volgende la. Goed, voor la nummer 4 ga ik natuurlijk weer de witte mandjes gebruiken. Ik ga ze op dezelfde manier in de la zetten zoals ik ook heb gedaan bij la nummer 3. En nu maken we hier de body la van. Geen dingen door elkaar halen, dit wordt body. Niet vergeten, Denise, je kan dit. Nou, dit ging lekker makkelijk, lekker snel. We kunnen door naar de volgende la. En dan zijn we aangekomen bij het laatste laadje van het eerste kastje. En hier ga ik dan de haarproducten in leggen. Oh wacht, dit zijn de laatste 2 mandjes die over zijn, dus ik moet hem even zo doen. En dan zo gaan onderverdelen. Helemaal top. Niks meer aan doen. Ik ging het even stiekem al het eindresultaat een beetje bekijken van de laadjes. Oh, heerlijk. Had ik veel eerder moeten doen. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog lang niet. Uiteraard moeten we ook hierbovenop het nog wat leuker maken. En ik kwam net in de winkel allemaal leuke decoratiespulletjes tegen. Zoals deze plant. Die vind ik heel erg leuk om deze hier zo neer te zetten. En deze spiegel. Die wil ik dan... Nou, kan ik er meteen even inkijken. Die zetten we hier zo. Deze spiegel die kan je ophangen. Er zit hier een speciaal haakje aan. Maar ik heb helaas op dit moment geen schroeven in huis. Dus ik ga hem neerzetten. En daarbij vind ik het ook heel erg leuk om hem neer te zetten. Dus dat komt goed uit. En tot slot deze 2 bamboebakjes. In het ene bakje zitten dus spulletjes die ik nog moet gaan uitzoeken. En in het andere bakje zitten nog spullen die ik wil gaan testen. En even kijken. Die zet ik ongeveer... zo, neer. En even kijken, was hem bijna vergeten. Die ga ik er ook nog eventjes bij zetten. Ik ben trouwens heel benieuwd hoe die ruikt. Ik heb helemaal niet gekeken. Cactus. Oh, lekker.
Leuk ook dat het groen, dat komt dan weer zo terug bij die plant. Dus ik zet hem, ja, waar zal ik hem dan neerzetten? Ah, hier. Er is weer een overzicht hier in deze kamer, nou ja, met name in deze kastjes. Ik weet er wat voor producten ik in huis heb. Ik ben er helemaal blij mee. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Elke maandag en donderdag zijn er weer nieuwe video's op dit kanaal. Dus wil je nou niks missen, abonneer dan ook eventjes op dit kanaal. Dat kan hier rechts beneden. Wil je mij nou ook blijven volgen, abonneer dan ook eventjes op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei!